De Osse stadsprins en adjudant Marielle Henze van Boekel en Diana van Brakel van Lieshout waren vrijdagmiddag bij DTV voor de opnames van Focus. Maar misten de dames niet iets? Ja, wij missen iets. Ja, absoluut. Sinds zondagavond is de scepter gestolen. En het blijkt gewoon dat wij niet kunnen toiletteren zonder. Nee. En toen is hij kwijtgeraakt. Ja, toen is hij zoek geraakt. Ja, inderdaad. Een vermoeden wie de scepter heeft, is er wel. Volgens carnavalstraditie wordt hij gestolen, zodat de stadsprins een tegenprestatie moet leveren. En na veel tips kreeg ze wel een idee aan wie. Carnavalsvereniging De Hekkensluiters misschien? Kom er maar bij. En ja. Daar zijn ze. Moeilijk hè, scepter bijhouden. Ja, ik dacht ik mag hem aan mijn adjudant afdragen. Voor mij was het heel moeilijk om hem bij te houden, ja. Wij zijn hem kwijt. Wij doen alles samen. Ja. Wij zijn hem kwijt. Maar goed, hij is terug te krijgen. Dat weten jullie. Ja. Hij staat op de veiling. Mm-hmm. Hij kan er nog van afgehaald worden, maar dan heb ik hier wel een aantal voorwaarden. Nou, wij nemen die voorwaarden graag aan. We gaan in beraad. Alsjeblieft. Dank u wel. Nu zijn wij natuurlijk wel nieuwsgierig. Wat staat er in die brief? Mogen wij het weten? Kijk, nee, prinselijke geheimhouding. We kwamen het dus niet te weten. En ook de hekkensluiters wilden het nog niet vertellen. Op de veiling van SV Top is vrijdagavond de scepter aangeboden. Benieuwd of Marielle den Eurstem weer in haar bezit heeft? Nieuwsgierigen kunnen de afloop op de Facebook- en Twitter-accounts van het carnavalsduo en de carnavalsvereniging volgen.